Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is vandaag dinsdag de 15e mei, ja. Meestal hè, naar de 14e, ja. En het is 9 uur 38, 10 uur komt Rebecca mijn huishoudelijke hulp weer. Maar als eerste wens ik jullie natuurlijk een van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, meneertje Jodokus daar, die heeft overgegeven. En waar drink je op? Ja, op de bank. Jakiba. Ja, moet ik zo meteen even schoonmaken, want dan trek je het erin. Dat ik was bezig met water klaar te maken. Ja, dat dat ook weer. Ja, schoon laken de vorm erop doen. Ik ben met koffie bezig, ja, het is alles weer tegelijk. En ja, dan kun je wel zeggen dat ik in je huishoudelijk hulp doe, ook doe, ja, dat kan ze doen, maar trek erin en dat wil ik niet. Dus we gaan ervoor. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag en tot straks. Doei doei. Nou, dit heb ik weer mooi blinkend schoon gekregen, zoals jullie dat wel weer zien. Afwas die draait in de vaatwasser. Moet alleen nog de gootsteen nog en dat gedeelte moet ik nog doen, maar dat doe ik pas wanneer Rebecca klaar is. Want ja, er gaat nog heel wat door die gootsteen heen, dus dat doe ik straks wel. En ze is nou boven bezig, ze zal een schoon laken meenemen voor de bank. Die laken zal ze uitkloppen die daar al legt. Dus ja, ik ben nou net klaar en ik heb zelf zitten te eten terwijl ik aan het werk was. Dus ja, ik ga nou lekker voor mezelf eventjes wat doen. Dat rustig aan, breekt het lijntje ook niet. Simpel zat. Rebecca is boven bezig nu. Ik ga mijn koffie opdrinken. En dan, jeetje mina. Gewoon even bijkomen. Dus ik zeg, tot straks maar weer. Nou, mijn huisje is schoon en netjes. De bank is weer schoon. En mijn neertje ligt er lekker. Die was toch alsnog uit de cel naar boven gegaan. Ik zat op het toilet. Rebecca was boven bezig. En een huppeltje, zonder dat ik het wist, naar boven toe. Hij is ook weer uit de cel naar beneden gekomen. Dus het gaat steeds beter met mijn neertje. Daar ben ik heel blij mee. Nou moet hij nog verder beter worden, want hij had ook de boel dus gespuugd, laat ik zeggen. Hij is lang niet in orde nog. Maar ja, wat wil je met dit vreemde weer? Het is nou hartstikke warm en we krijgen de komende dagen het hartstikke vies, smerig weer volgens de geleerden. En het staat er allemaal zo mooi bij. Mijn plantjes, ja, daar ben ik blij mee. Ik hoop dat mijn mannetje het uit de hemel vandaan ook lekker kan zien en het mooi kan vinden. Ja, dat hoop ik wel. Nou ja, dat zat er wel. Ja, dat hoop ik van wel, toch? Ja. Ja, en ik ben met een plaatje bezig, ik ben met koffie bezig, ik krijg vanmiddag visite. Dus ja, en die willen niet gevlogd worden. Eentje van de kerk en eentje, ja, die gaat even met mijn pc weer bezig. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Maar ja, die wil niet gevlogd worden. Dus ja, ik kan dan niet vloggen. Helaas, pindakaars. Maar het komt allemaal goed. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Met wat jullie doen gaan. Ik weet niet wat jullie doen gaan. Maar geniet er in ieder geval van. En komt toch alles goed? Zeker te weten. Nou, tot straks dan maar weer. Doei, doei. En een hele goede namiddag, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Ja, weer het hele huis vol met visite natuurlijk. Nou ja, vol. Wat heet vol? Mijn begeleider die kwam, ondanks dat ik visite had. Ik had gewaarschuwd dat ik visite kreeg. Kwam het even goed? Ja, oké. Moet zij weten. Dus dan heb ik weer een klein beetje afwas, maar dat blijft maar staan. Totdat er weer meer is, dan kan gewoon de vaatwasser weer in, ja. En het is nog steeds ook prachtig mooi weer. Ja, enkel er is al wel weer wat meer wind op komen zetten, maar dat kan de pret niet drukken, nee. Ga jij daar liggen, schat?
Ga je daar liggen, mijn lieverd? Hé? Kereltje, ja hé, jij bent lieve man. Hé, dat, geweldig. Heerlijk weer, schitterend weer. Enkel ja, de wind, dat is toch wel fris. Als ik nou naar buiten ga, doe ik toch echt wel mijn vest staan. Maar ja, oké, ik ga weer verder aan het werk. Ik ga nog even lekker wat doen. Televisie geluid weer harder. Ik kan inscannen. Yes! De printer die doet het. Yes! Wat parkeerde er nou aan? Iets heel doms, ja. Moet je maar weten, als leek zijnde, die er geen verstand van heb. De ene USB-poort schijnt niet goed meer te zijn, dus hij pakte het niet. Nou heeft hij hem in een andere USB-poort gedaan. En nou doet hij het. Ja, ja. Ik ben blij. Ja, ja. Zeker te weten. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie middag. Bij hetgeen wat jullie doen aan het doen zijn. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doeliedokies. Een hele, hele goede avond. Ja, ja, er leggen de twee weer heerlijk samen op de bank. Maar meneertje is ziek. Ja, nog steeds. En loopt wel aardig, maar je ziet hem toch zijn pootje trekken. Hij wil niet eten, hij wil niks. Nee. Dus ja, slapen en laat me met rust. Zo op die manier. Maar ja, ik hoop dat dat wel weer over zal gaan. Maar dat is afwachten. Hé, ja, nou kerel. Jij, je is lief. Hij is lieve man. Ja. Hé, mijn slaapje doen, schat. Ja, oké, lieve vrienden. Ik bedoel, het is nou reclame op de televisie. GTS is eigenlijk bezig. Maar ja, de reclame heb je even op onthoud. En vandaar dat ik even mijn camera heb gepakt. Om jullie allen een hele, hele fijne avond toe te wensen. Voor later een welterusten, slaap lekker met mooie dromen en met Gods zegen om het voor te lukken. En ook weer gezond op. Dus ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doeg!